de vrouwelijke Johan Derksen genoemd. Dat vind jij de grootste belediging die ik ooit heb gemaakt, hè? Ik was wel mijn haar één keer per week minimaal. En hij één keer per jaar, geloof ik. Ja. Maar jij vindt het echt een toonbeeld dat al die oudere vrouwen worden eraf gehaald. En Johan mocht dat in lengte vandaag en mag hij gewoon met het sluik haar van. Ja, dat vind ik ook heel belachelijk. Ja, maar ik vind die man ook echt heel vies gewoon. Volgens mij stinkt hij ook heel erg. Ja, maar die stinkt allemaal. Ja, dat gevoel heb ik altijd. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee, dat wil ik ook absoluut niet. Dus toen ze van mij vanmiddag belde of ik hier wilde komen, zeg je, maar hij is er dan toch niet? Ja, ik heb wel eens een column over hem geschreven. Dan zeg ik ook, volgens mij ruikt hij nou zo'n staakcaravan in Grollo, waar dan al 4 weken zo'n vrouw dood in ligt met katten eromheen. Ik weet niet. Ja, dit ga je morgen bezuren. Dat begrijp je nu alweer, want Johan zit er morgen weer. Oh, ja? Ik voel nu alweer welke kant het op gaat. Ruik jij wel eens aan hem? Nou, die behoefte voel ik totaal niet. Maar dit is strategie. Je gaat nu heel nare dingen over Johan Derksen zeggen. Zodat hij morgen weer over jou gaat zeggen. Nee, en hij zo houden jullie het lekker gaan met elkaar. Nee, want dat doe ik al. Ik heb al heel veel columns over. Want ik bewonder hem wel enorm, hoor. Het gaat helemaal nergens over. Ja, nog één klein dingetje vanmiddag. Maar je gaat dus inderdaad serieus dat iemand wellicht stinkt. Dat is toch ook geen... Nee, maar hou op, die man ziet er toch heel smerig uit. Maar dan hoef je nog niet te stinken. Ik vind het een niveau. Ja, Frits, goed dat je even ingrijpt inderdaad. Vreselijk werk. Als je daar op dat gebied je kolos geld moet voor iemand... Dus het is ook een walgelijke beschuldiging eigenlijk die je doet. Dat iemand zou stinken, dat iemand zich niet wast. Iemand die onder de douche gaat. Ik vind het eigenlijk heel kwalijk. Ik zeg toch niet dat hij naar het stinkende mannenland verbannen moet worden? Nee, maar je zegt dat hij stinkt. Ik vind het heel vies uitzien, ja. Ja, maar wat ik dus wel echt vind, is vrouwen op tv moeten altijd beeldig zijn. En mannen mogen gewoon hier met smerig haar. En dat maak jij ervan. Dat vinden inderdaad. Ja. Maar van mij hoeft vrouwen ook helemaal niet. Frits heeft haar ook gedaan speciaal voor de uitzending. Dus ik bedoel, Frits zit er ook netjes bij. Dus het is een beetje... Ja, maar goed, Frits is natuurlijk wel echt een uitzondering hierin. Nee, maar in diezelfde column over Johan zei ik dus van... Kijk, ik vind voetbal echt vreselijk. Maar ik schrijf volgens mij letterlijk in die column... als lekker hapje Wilfred het dan over voetbal heeft... dan is het nog net draaglijk. Dus ik was ook heel complimenteus. Oh, er zat een compliment in verstopt. Hij stinkt niet. Nee, nou, dat pak ik even mee. We gaan zo die wedstrijd analyseren.